Wat is jouw onderwerp van de week? Mijn onderwerp was eigenlijk de hongerwinter. Hadden we dat niet al afgesproken? Ja, omdat 4 en 5 mei dan natuurlijk. Ja, omdat ik natuurlijk bij Renze had ik dan een soort college gehouden. Ja, hoe was het? Nou, ik moet zeggen, zij waren zeer tevreden. Ik zelf was niet zo tevreden over mezelf. Want ik merkte toch dat ik voortdurend tijdens het houden van dat korte college, want ja, het is natuurlijk toch een kort college, het was 20 minuten, dat ik alsmaar aan de tijd moest denken. En er stond ook een hele grote klok op het podium. Ja, er stond een grote klok op het podium. Ja. Heb jij gekeken? Ik heb het terug zitten kijken, ja. Wat vond je ervan? Nu strikt objectief. Je moet mij geen plezier doen, je moet strikt objectief. Jij was een kijker en jij valt het toevallig. Ik denk van, hé, wat is dat nou, een talkshow waar een bejaarde man op het toneel een verhaal gaat staan houden. Wat vond je ervan? Nou ja, je was veel met die tijd bezig. En volgens mij sta je in je kracht als je gewoon kunt lullen zonder tijdsbesef. Zo is het maar net, ja. Dus dat was mijn idee ook. Je moet eigenlijk, kijk, als je op het toneel staat in het theater bijvoorbeeld, of we zitten hier. Kijk, nu heb ik toevalligerwijs mijn kleinzoon beloofd dat ik om 4:30 zou gaan rijden. Maar in principe kan ik hier onbeperkt doorpraten. Ik hoef niet alsmaar te denken, oh god, 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 wacht even. Hoeveel minuten zijn er nu voorbij? Ten meer omdat Renze ook nog af en toe zei van, het valt best mee. Ja. Zei hij natuurlijk met hij de interrompeerde mij, je eigenlijk in je ja, mij, de bedoeling mij te helpen. Dus ik vond dat ik zelf toch lichtelijk verkrampt in de voordracht was, omdat ik alsmaar aan die tijd aan het denken was. Dat had ik niet moeten doen. Maar nogmaals, zij vonden het, je kunt ook zeggen, het was eigenlijk een redelijk geslaagd experiment, maar dan ook de nadruk op experiment. Het kan en moet beter en anders. Want het doel ervan was om eens wat meer aandacht te geven voor geschiedenisonderwerpen op televisie, hè? Ja, en ook eens te experimenteren met een onderdeel in een talkshow wat niet specifiek des talkshows is. Dat was natuurlijk ook een beetje. Je zag het ook eigenlijk in de reacties op het internet. Die waren deels heel positief. En deels natuurlijk ook de bekende negatieve reacties. Ik zag mensen die zeiden slow television, heerlijk, lekker. Die had je ook, ja. Zij hadden voornamelijk gekeken naar de positieve reacties. Maar mensen zelf, zoals je weet, zijn veel gevoeliger voor negatieve reacties dan voor positieve reacties. Heel dom eigenlijk dat de menselijke geest zo in elkaar zit. Maar dus nu gaan we in overleg over hoe we het anders en beter kunnen doen. Hebben zij kunnen kijken, want ze kunnen natuurlijk al die cijfers uitmeten. Hebben zij gezien of mensen een beetje bleven hangen? Ja, wat betreft de kijkcijfers was er geen enkel verschil. Dus het had geen negatieve impact op de kijkcijfers. Maar ook geen positief. Maar ze hadden ook geen positief. Maar ze hadden want je weet dat je die kijkcijfers, daar kun je ook iets bestellen. En dan kun je van minuut tot minuut zie je in een soort van curve op papier. Of mensen blijven hangen eigenlijk, ja, of dat precies, ze wegzeppen. Precies. En op welke momenten ze het inzakt of juist iets omhoog komt. Want dan kan je dus even je losmaken van gemiddelde cijfers. Vandaar dat tegenwoordig sowieso de kijkcijfers anders gepresenteerd worden. Namelijk de top wordt aangegeven, maar het gemiddelde wordt ook aangegeven. Ja. En je kunt bij vrijwel alle talkshows is het zo dat je de top die zit boven de miljoen. En vervolgens zijn er 1 miljoen mensen die vertrekken omdat niet, nou ja, waarschijnlijk omdat er geen opwinding in de tent is, de studio niet in de fik staat, Kokkelman niet ondersteboven is gevallen of wat dan ook. Maar wat bleek er uit die cijfers dan? Bleven mensen een beetje hangen? Nee, die hadden ze nog niet. Oh, ze nog hadden niet. Die curve nog niet. Die zouden ze me toesturen. Maar goed, zij waren tevreden, waren graag bereid ermee door te gaan. En toen zei ik, nou, dan wil ik eerst praten hoe we het beter kunnen doen. En wat is wat jou betreft beter? Meer tijd? Nee, dat hoeft niet. Ik dacht eerder aan minder tijd en een kleiner onderwerp of een onderwerp wat zich meer leent voor een snelle, concrete analyse. Ja, je hebt bij Paul Witteman toch ook wel eens zoiets gedaan? Over koning 1, Willem 1, 2 en 3. Ja, dat was wel korter. Dat was maar een kwartiertje. Er was overigens inhoudelijk ook weer veel kritiek op, zoals gewoonlijk. Maar ik dacht bijvoorbeeld, hoe verzinnen ze een hele concrete vraag die je in een kwartier toch pregnant kunt beantwoorden. En dan moet ik zelf moet ervoor zorgen dat ik niet alsmaar aan die klote tijd zit te denken. Want ja, je staat er op het toneel in het theater. Ik begin altijd maar een beetje alle kanten op te horen. En geleidelijk aan vind je je sporen. En dan gaat het lekker lopen. Maar ja,
Je staat er 2 uur per slot voor rekenen. Net zo goed als we hier. Onder de 2 uur hebben we nog nooit weten te realiseren natuurlijk. Dus ja, ik moet van die tijdfrustratie af zien te komen. Ik keek alsmaar toch tersluiks naar dat stomme ding. Ze kunnen de klok ook natuurlijk wegzetten. En dat je hem helemaal ja, niet ziet. Helemaal niet. Ja, maar goed, dan moet er toch iemand zijn die... Ik vergeet, ik kan al spreken, zeker in het theater, de tijd totaal vergeten. Ja. Echt totaal. Maar je ziet vaak bij congressen dat ze dus voor op het podium hebben ze ook zo'n monitor staan waar de tijd aftelt. Dus ja, maar dat congressen opereren altijd sprekers die veel ervaring hebben in het compact spreken. Nou, dat is lang niet altijd, nee? Zo kan ik je vertellen hoor. Die lullen ook maar door. Ja, als je die klok niet hebt, lullen ze allemaal door. Ik denk namelijk dat je minder... Je denkt namelijk dat je niet zo lang al aan het praten bent. Dat besef heb je niet helemaal. Nee, dat heb ik al heel erg veel last van, ja. Maar anderen dus ook. Ik denk altijd, ik ben 10 minuten bezig en dan blijkbaar heb ik al 3 kwartier gesproken. En dat denkt iedereen dus. Dus als je zo'n klok neerzet, maak je heel inzichtelijk van zo lang ben je al bezig. Ja, goed, ik moet toch van... Maar goed, ik heb daar staand op het podium heb ik dus, denk ik altijd van, ik heb eeuwig tijd. En dan merk ik op een goed moment zelf wel van we naderen toch een punt dat er... Dat er een eind aan gemaakt moet worden. Maar ik, nogmaals, dit was mijn ervaring. Ja, ik vond het best aardig om te doen. Maar ik werd erg. Ik zag de tijd toch als een soort wurgcontract. Ja. Maar wel ook leuk voor een commerciële zender dat ze dit experiment aanbieden. Ja, ontzettend leuk. Het valt zeer te waarderen natuurlijk. Mm. En ik vond dat ze er verrassend positief over waren. Maar die Pepijn is fan van jou, hè? Die achter de schermen dat allemaal regelt. Ja. Die dat, volgens mij is hij ook warm pleitbezorger daarvan. Dus, ja, dat is wel in mijn indruk, ja. Ja. Oké, okay, dus hebben jullie al een nieuw onderwerp bepaald? Of moet dat nog eventjes... We gaan nu vergaderen. Vergaderen zelfs. Zodra ik weer terug ben naar Texel. Oké. Okay.